Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. En ik heb alweer opgemaakte producten en niet zo'n klein beetje ook. Het zijn er nou, een stuk of 15 denk ik, het is niet normaal. Maar ik heb iedere keer het idee als ik een opgemaakte video heb opgenomen, dan denk ik nou, dan zal het voorlopig alweer het laatste zijn. Want hoeveel producten maak je op? Maar ja, ik heb ook het idee dat ik best wel zuinig ben. Maar het zijn echt letterlijk volgens mij alleen maar favoriet. Ja, eentje is inwisselbaar en een ander... Nou ja, ook een soort van. Maar bijna allemaal complete favorieten. Dus ja, het is gewoon weer tijd voor een opmaakvideo. Want mijn dozen puilden weer uit van producten. En ik dacht, ik kan er niks nieuws meer bij doen. Dus laten we beginnen. Ik heb huidverzorging, gezicht, make-up zeg maar. En haar. En dat heb ik hier allemaal uitgesteld. Dus waar gaan we mee beginnen? Ja, met haar misschien maar. Het product wat ik net nog heb gebruikt. Dat is deze. Dit is de Paul Mitchell Invisible Wear Undone Texture Hairspray. En deze gebruik ik altijd als ik mijn haar... heb gekruld, dan spreek ik dat erna in, dan kneed ik het een beetje en dan krijg je zo'n lekker rommelig textuureffect. En ja, ik heb het idee, ik heb heel glad haar van mezelf en ik heb het idee dat hierdoor het echt stugger wordt, waardoor mijn krul ook langer houdt. Dit is dag 1 en ik doe hier zeker een dag of 3 mee. Dus dit spreek ik 1 keer in de paar dagen en dan ben ik weer helemaal blij. Tenminste, ik was mijn haar 2 keer in de week en dan meestal krul ik het en dan gaat deze in. Krul ik het niet, dan doe ik dit er vaak ook niet in. En soms bijvoorbeeld als je een avondje uitgaat of zo, dan doe je nog even een beetje extra met dit erbij. En ja, het is gewoon een super fijne spray. Ik heb ook alweer een nieuwe staan. Ik ben nu ook de blond shampoo hiervan aan het testen. Ik heb hem toevallig vandaag voor het eerst gebruikt. Nou was ik sowieso heel blij mijn haar te wassen, want we waren op vakantie en daar was echt super zacht water. Waardoor mijn haar ook echt als een soort prachtig zacht en glanzend, maar niet zeg maar de look waar ik normaal voor ga. Want ik hou van rommelig en beach look en volume. Nou, dat is alles wat je zeg maar, wat ik in ieder geval met dat zachte haar niet heel erg lekker voor elkaar kreeg. Dus ik was al heel blij überhaupt mijn haar weer onder mijn eigen douche te kunnen wassen. Dat vind ik sowieso altijd eigen douche gewoon altijd veel fijner. Tenminste, behalve toen ik in de studententijd onder zo'n piste altijd stond te douchen, dan was een hotel bijvoorbeeld fijner. Maar goed, fine. You get the message. Maar goed, deze dus. Ik heb dus nu de blond shampoo ervan. Dat was een tip van een van jullie. En ik heb hem nu 1 keer gebruikt en ik vind hem tot nu toe heel fijn. Ik heb de shampoo en de conditioner. Ik weet niet precies hoe die heet, maar in ieder geval van de blond lijm. Extreme blond of zoiets. Dus so far so good. Ik ben heel benieuwd hoe ik die verder ga vinden. Maar deze is echt een toppertje. Nou, omdat ik dus maar 1 keer in de paar dagen mijn haar was... Dus eigenlijk 2 keer in de week gebruik ik tussendoor altijd droog shampoo. Waaronder deze. Dit is de Wella Dry Me droog shampoo. En ja, dit is echt wel een fijne droog shampoo. Ik vond hem ook vrij neutraal ruiken. Tenminste, nou, hij is niet neutraal, maar hij is niet zo tropisch en zo. Want dat is wat ik volgens mij in de vorige video over de Batiste droog shampoo zei. Zijn het Batiste? Ja. En deze is gewoon... Hij ruikt gewoon een beetje een shampoo. En dat vind ik veel fijner dan zo'n extreme bloemenlucht omheen. Dus ik vond deze wel heel fijn. Maar het is natuurlijk in de categorie droog shampoo zeker niet de goedkoopste. Dus ik weet niet of ik opnieuw zou kopen. Maar ik vond hem wel fijn. Welke ik alweer opnieuw heb staan. Dat is deze. Dit is de Undone by the Insiders Walk on the Beach Seaweed Shampoo. En dit is zeg maar, naast blond shampoo gebruik ik eigenlijk altijd deze. Ik wissel dat een beetje af. Ja, de ene keer de ene, de andere keer de ander. Deze vind ik super fijn, want deze zorgt echt voor die lekkere peachy basis waar ik zo van hou. Dus gewoon echt dat lekkere stugge, maar wel heel verzorgd. Er zit hier ook geen troep in, zeg maar. Ik vind deze heel fijn. Ik ga altijd naar een kapper die dit ook gebruikt. En ja, ik word er gewoon heel gelukkig van. Ik heb hier nu ook de conditioner van. Die heb ik heel lang niet gebruikt. Maar als je mijn vorige video hebt gezien, weet je dat ik tegenwoordig van 1 lijn dan de conditioner en de shampoo gebruik. En dan de conditioner mee eindig. En dan eindig je ook met goed gevoed haar, zeg maar. Ik moet wel wennen aan dus dat meer zachte effect ervan. Maar goed, deze zorgt niet echt voor een mega zachte. Deze maakt toch wel een beetje het beachy gevoel. Ik vind deze heel fijn. Het is niet een hele goedkope shampoo, maar ik vind het hem heel erg waard. Ik doe er ook heel lang mee. Meestal doe ik 2 keer shampoo. 1 keer om zeg maar al dat droog shampoo en zo eruit te wassen. En dan nog een keer gewoon om haar te wassen. Ik gebruik zo'n 6 tot 12 pompjes zeg maar totaal.
meestal ergens ertussenin, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat dit pompsysteem op zich heel handig is. Alleen zo aan het einde moet je hem het losdraaien en het eruit zien te krijgen. Want op een gegeven moment doet dat pompje dan niet meer wat je wil. Tot zover de haren. Ja, we eindigen met make-up. We gaan nu eerst de huid doen. Dit is de body lotion die ik eigenlijk graag gebruik. En nou ja, één omdat ik de geur gewoon redelijk neutraal vind. En de andere reden is dat pompje. Ik vind het gewoon super makkelijk. Hij staat zeg maar bij de la. Normaal moet ik uitpakken, dop eraf en zo. En deze doe ik gewoon fiep fiep. En dan is het klaar. Ook deze heeft, en dat is denk ik gewoon een ding misschien met pompjes. Dat laatste stuk er lastig uitkomt. Zo moet je weer open draaien. Op zijn kop houden en moeilijk gedoe. Maar deze vind ik wel een hele fijne. Dus de Garnier Loving Blends Body. En ik heb dan de havercreme en amandelmelk. Voor de droge en gevoelige huid. Ik vind hem super fijn. Dan, nou ja, deze heb je al vaak voorbij zien komen. Dove Douche Gel. Ik vond deze geur eigenlijk ook wel oké. Iets zoeter dan ik normaal zou kiezen. Maar dit is de Relaxing 0% Sulfate SLS Jasmine Petals and Cocoa Milk. Coconut Milk. Gewoon een hele prima douche. En ik ga dus, zoals ik eerder ook al zei, eigenlijk altijd voor die dingen van Dolf. Ik weet niet, ik vind ze gewoon fijn. Op vakantie had ik wel weer van die mini rituals mee. Dat is ook wel weer heel lekker. Dan, niet zo boeiend, maar een deo. De Dolf Invisible Dry. Deze vind ik fantastisch. Ik moet zeggen dat ik nu even tijdelijk over ben naar Nivea. Ik wilde eigenlijk een natural, maar ik kon er niet één vinden waarvan ik de lucht lekker vond. Dus dat is de volgende missie. Maar ik merk zeg maar als ik, weet ik veel, na een jaar of zo dat ik dit dan weer gebruik, dat ik ineens meer ga transpireren. En ik transpireer van mezelf heel weinig. Ik doe gewoon helemaal niks, dat kan ook. Maar ik merk dat ik dan op een gegeven moment denk, ik heb gewoon een beetje klamme oksels of zo, niet fijn. En dan moet ik gewoon even een paar weken iets anders gebruiken en dan gaat deze weer prima. Maar ik vind deze gewoon super fijn. Hij zorgt voor, een droog gevoel. 350 dagen van het jaar ongeveer. Die andere paar dagen moet ik dan eventjes een andere deo gebruiken, maar fijn. En ik vind deze verpakking gewoon heel fijn, omdat het compress is. Dus hij is heel erg... Ik heb eerlijk gezegd nooit getest of die net zo lang meegaat als die grote, maar ik heb er alle vertrouwen in. En dat je er geen strepen van krijgt, vind ik ook heel fijn. Dus ik word hier gewoon altijd blij van. Ik heb dus nu eentje van Nivea. Ik vind die geur te heftig. Maar ik dacht, voor de time being doe ik het eventjes. Maar als je nog een goede tip hebt voor een natuurlijke deo die niet te veel naar komkommer ruikt en ook niet te veel naar bloemen, maar gewoon ergens een beetje neutraal tussenin. Het mag wel op zich iets van geur hebben, maar niet te heftig. Dit vind ik gewoon, waar ruikt dit naar? Een beetje naar poeder of zo. Dat vind ik helemaal prima. Dus laat maar weten of je daarin goede tips hebt. Dan, wat moet je in de zomer, tenminste wat moet ik in de zomer, zonder bruin, zonder zon? Ik gebruik hier, zoals ik vorige keer ook al zei, volgens mij heel veel varianten van. Maar dit is eentje die ik graag gebruik voor mijn rug. Want dit is een spray, doe ik zo, want ik kan niet goed bij mijn rug. Spray ik een beetje en dan heb je toch net een beetje dat bronzy effect. Als je denkt, ik wil een mooi open jurkje aan of zo. Maar mijn rug heeft al enige tijd geen zon gezien. Dan vind ik deze heel fijn, maar ik gebruik hem ook op mijn benen en wherever. Deze is meer als ik een beetje echt gevoel van ik heb een hele droge huid. Ja, dan vind ik dit gewoon net eventjes lekkerder om mee te smeren. Want die spray is gewoon heel luchtig om het zo maar te zeggen. Maar deze crème is gewoon natuurlijk een stuk vetter. Dat werkt gewoon, vind ik dan fijn. Ik kreeg ook een goede tip. Dat is namelijk, en ik heb het nu één keer getest. En toen vond ik het heel goed werken. Maar mijn hoofd ook wel een soort van error. Mijn schoonheidsspecialist zei, als je nou eerst lekker je benen insmeert met lotion, dus niet alleen die droge knieën en zo, maar gewoon je hele benen, dat eventjes een uurtje laat intrekken en dan zelf bruiner doet, dan zit die veel mooier en dan blijft die veel beter zitten. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar in mijn hoofd zat een soort error, want wat pakt die dan? Maar ik was het er dus wel mee eens, want ik bleef veel langer een mooie en gale kleur houden. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld met zo eentje of zo eentje misschien niet ultiem werkt. Zeker niet met deze. Maar als ik een stevige gebruik, bijvoorbeeld die van de Isle of Paradise, die zijn vrij heftig. Als je zo eentje gebruikt in combinatie met een moisturizer, gaat het dus eigenlijk heel goed. Want normaal doe ik eigenlijk alleen maar mijn knieën en mijn enkels en zo insmeren. Maar ja, ik vond het wel een interessante. Dus mocht je een heftige zelfbruine hebben, dan zou je dit een keer kunnen proberen. Het wordt er iets minder bruin van, maar het is wel een hele mooie, egale, langzittende tint. Dus misschien een tip.
Dan gaan we door naar... dan gaan we door naar gezicht. Mijn twee lievelingsserums. Mijn twee lievelingsserums. De Vichy Mineraal 89. Het serum voor het gezicht en voor de ogen. Die vind ik echt fantastisch. Ik maak ze graag op tot de bodem. Deze hebben ook pompjes. Maar deze krijg je om een of andere reden wel helemaal leeg. Het lijkt misschien niet zo. Maar dit is gewoon het flesje wat van kleur verandert. Maar het product is er echt helemaal uit. Oh, bij ogen zit nog een klein beetje in wat ik er niet uit krijg. Maar ja, super fijn serum. Die gebruik ik 's ochtends en 's avonds onder mijn andere producten. Dus ik breng eerst, als ik mijn gezicht heb gereinigd, breng ik eerst dit aan. Voordat ik een dag of een nachtcreme aanbreng. En I love it. En de nachtcreme die ik dan graag gebruik is deze voor mijn ogen. Dit is de Organicare Advanced Eye Cream. Ik moet zeggen, ik heb hem nu weer, maar dan is de verpakking wit. Dus ik moet eens even kijken wat nou het verschil is. Maar dit is gewoon een hele grote pot crème. Het is echt super voordelig. Ik koop het bij Douglas. En het is dus met argan oil. En ik heb een hele droge huid, zeker rond mijn ogen. En ik vind dit voor 's nachts heerlijk, want het is super voedend. Ja, ik word er heel blij van. Het voelt gewoon meteen instant relief, zeg maar. Dus deze vind ik super fijn. Daarom heb ik hem dus weer besteld. Maar het is nu een witte verpakking. Dus ik weet niet of ik een andere lijn heb besteld. Ik had wel gekeken naar de beoordelingen. En misschien dat ik daardoor een andere afslag heb genomen. Maar ik vind deze heel fijn. Dan, ja, deze kan je niet ontgaan zoals je me langer volgt. Het is die ik altijd gebruik. De Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser / Purifying Mask. Dit is gewoon een heel, vind ik... voor mij in ieder geval de fijnste face wash. Ik gebruik hem in combinatie met de Foreo. Doe ik dit erop. En 's ochtends gebruik ik het onder de douche. En 's avonds gewoon bij de wastafel. Ja, fantastisch. Als ik switch, krijg ik gegarandeerd pukkels. Dus ik switch af en toe. Omdat ik dan denk, nou, laat me maar eens kijken. Van, deze is vrij duur, zeg maar. Ik krijg weer zo'n goedkopere variant. Maar het is eigenlijk altijd ellende. Maar ik had nu op vakantie die Clinique 1, 2, 3 stappen, 3 stappen systeem, zeg maar, mee. Met daar ook de face wash van. En ik moet zeggen dat het hele vakantie goed is gegaan. Dus misschien hebben we daar iets potentieels te pakken. Maar ik moet wel zeggen, de tonic daarvan, dat is echt alsof je wasmachine op je gezicht smeert. Het voelt wel alsof het echt iets doet, maar ik vraag me af of het echt goed is. Ik heb dan de droge, voor de droge huid variant. Dus ja, binnenkort gaan we weer op vakantie. Dan ga ik het weer testen. Maar die vond ik wel prima. Maar deze, ja, all-time favorite. Dan make-up. Opgemaakt vlak voor de vakantie. Deze waterproof mascara. Zoals je ziet, geliefd gebruikt. Je ziet het bijna niet meer staan. Maar dit is de Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara. En ja, ik vind dit gewoon een hele fijne mascara. Ik heb hem nu in de vakantie ook weer gebruikt. Dus op de dagen dat ik ging... Ik ging meestal 's ochtends zwemmen, dus dan maak ik me niet op. Dan ga ik gewoon zwemmen en dan ga ik me daarna opmaken. Maar we hebben ook wel eens 's middags gezwommen en dan doe ik 's ochtends gewoon deze op. Zonder, normaal doe ik dus een laagje gewoon en dan een laagje waterproof. Maar dan doe ik dus alleen waterproof. En dan blijft het gewoon super goed zitten. Het is een siliconen borsteltje. Dat heeft persoonlijk echt mijn voorkeur. Deze separeert heel mooi. Geeft volume. Super fijne mascara. Ga ik al 100 jaar. Dan... Dan mijn favoriete concealer. Ook al heel lang in gebruik. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem al elke dag op. Ik heb geen betere tot nu toe gevonden. Die zeg maar voldoende voedt. Zeg maar, dat ik dus niet het altijd in mijn droge lijntjes. Hè, dus die vet genoeg is. Om nou ja, niet in mijn droge lijntjes te trekken. En helemaal krakelee onder mijn oog te krijgen. Maar dat hij ook genoeg coverage geeft voor wallen. En dat hij ook nog eens goed blijft zitten. En dat vind ik deze echt. Dit is de Radiance Reveal Concealer van Bourjois. Ik heb hier 01 Ivory van. Een hele fijne concealer. Ja, dit is niet de meest hygiënische methode. Oh, er lijkt nog wat in te zitten. Oeh. Soms heb je dat. Als je dan een tijdje weglegt, dat er ineens weer wat uit lijkt te komen. Nou, hartstikke fijn. Nou, kan ik hem misschien morgen nog een keertje gebruiken. Deze gebruik ik altijd super fijn. Ik bestel ze bij Douglas ook. Ik weet echt niet of je ze ook in de winkel hebt liggen, want ja, waar kom ik tegenwoordig? Maar vind ik heel fijn. En de andere concealer waar ik echt, nou, ik weet niet hoe lang mee gedaan heb. Dus zeg maar, hij is wat aan de pricier side, maar ik heb hier, nou ja, ik denk niet dat het de bedoeling is, maar ik heb hier echt jaren mee gedaan. En ik gebruik hem elke dag.
Dit is de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Deze. Nou, hij is nu echt helemaal op. Komt niks meer uit. En ik heb hier de kleur, en dat vind ik trouwens wel fascinerend, 2C Light Medium Cool van. Meestal heb ik warme tonen. Om een of andere reden, deze werkt heel goed met mijn huid. Concealed mooi, maar wel heel natuurlijk. Ik denk als je heel veel onzuiverheden hebt, dat het misschien te weinig is. Maar voor die ene keer dat ik een pukkel heb, vind ik deze helemaal top. Ik heb ook alweer een nieuwe, maar die heb ik al van onze goedheiligman Sinterklaas gekregen. En die ga ik dus nu pas in gebruik nemen. Zo lang heb ik dus met deze gedaan. Maar ik, nou ja, en ik had deze echt, ja, wat zal het zijn? 3, 4, 5, 6 jaar misschien. Echt, echt heel lang. Ik denk dat je officieel maar 12 maanden mee mag doen, maar goed. Don't try this at home, maar ik doe het wel. En dan als ene laatste, mijn wenkbrauwpotlood. Deze, de NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil. In de kleur taupe. En die gebruik ik altijd om mijn wenkbrauwen bij te tekenen. Als ik ze verf, doe ik het even weer niet. En dan zo na een week of anderhalf, zeg maar, vanaf het verven, dan begin ik weer bij te tekenen. Maar bijvoorbeeld nu is het denk ik anderhalf week geleden met verven. En het enige wat ik kan doen is even hier een lijntje naar boven komen. En hier een lijntje naar boven komen. En dat is het. En dan zo gaandeweg de weken ga ik weer wat meer bijtekenen. Het is dus een heel dun, ja, je kan het nu niet meer zien dat hij bijna op is, maar een heel dun dingetje. Draait hem gewoon omhoog en dan teken je bij. En als laatste, ik weet niet wat hiermee gaat gebeuren, dus misschien is het een verloren tip, maar de Ethos Long Lasting Make-up Spray. Dit is een fixing spray. Dit is de Long Lasting, ik vind de hydrating ook prima. Ik zou debatteren, daar zou ik zelf nooit voor gaan, omdat ik hou van een glanzende huid. En ik heb een hele droge huid, dus matte producten blijf ik altijd ver van, behalve oogschaduw. Maar de Long Lasting en de hydrating vind ik allebei heel fijn. Maar laatst was het 1 plus 1 gratis op al het huiswerk van Ethos. En deze was niet meer leverbaar, dus ik weet niet of ze eruit gaan. Ik hoop het niet. Maar goed, dan moet ik op zoek naar een nieuwe. Ik weet dat ik die van NYX Makeup ook goed vond. Dus misschien moet ik daar dan weer naar terug. Maar in ieder geval deze super fijne fixing spray gebruik ik altijd om, zeg maar, te eindigen bij make-up. Vind ik super fijn. En soms ook even tussendoor als je, nou ja, het even nodig hebt. Zeg maar, zeker met warme dagen. Dat is alles. Het is volgens mij een super lange video geworden. Maar ik heb ook echt een berg producten. Maar het zijn eigenlijk, ik kan net zo goed een favoriete video noemen. Want bijna al deze producten zijn grote favorieten van mij die ik al jaren gebruik. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben heel benieuwd of jij nog fijne producten hebt opgemaakt. Of nieuwe favorieten hebt ontdekt. Laat het me vooral weten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Zo, als je mijn video's leuk vindt. Dat zou ik heel fijn vinden. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Dankjewel. Doeg.